Kijk even dit wagenpark. Het geluid daar. Ja, niet normaal. Mag ik het even laten horen of wil je niet dat mensen het horen? Zeg het, je mag het eerlijk zeggen. Je mag het ook geheim houden. Nee, dat mag niet. Dames en heren, jongens en meisjes. Goedemorgen. En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Jullie horen het alweer aan mijn stem. Ja, het is weer vroeg. Ik heb ook het gevoel dat elke vlog nu zegt. Ik zeg van, ja jongens en meisjes, het is nu vroeg. Je kan het horen aan mijn stem, je ziet het aan mijn ogen. Maar het is ook echt zo. Ik moet gewoon opstarten. Maar vandaag ga ik samen met Sam richting Haarlem om te gaan sporten. En Sam die is boven even zijn tanden aan het poetsen. Maar jongens, ik denk dat jullie het al in de vlog van Gio hebben gezien. Maar we hebben bizarre auto's hier staan. Kijk eens eventjes, jongens. Holy shit. Een McLaren Novitec 720S. En die gaan wij nu lekker meenemen, want die hebben we voor 3 dagen. En wij gaan daarmee nu richting Haarlem. En dat is echt geen straf, het is echt een bizarre auto. Maar laten we gaan, let's go. Holy shit, jongens. Kijk even dit wagenpark. Een McLaren 720S en een Lamborghini Aventador. Holy shit. En mijn auto staat daar ook nog. En we hebben ook nog steeds de Porsche. Maar wij gaan op stap met dit kanon. En het enige nadeel, dit ding maakt zo'n herrie. Dat is echt niet normaal. Ik denk alleen niet dat de buren hier in de omgeving dat heel erg leuk gaan vinden. Dus als er mensen zijn die dat kijken, sorry. Het is maar 3 daagjes. Kijk, en dit vind ik dus ook zo dik. Let op. Die deur. Wat een bizarre auto. Goedemorgen Sam. Goedemorgen. Wat zeg je nou net? Ja, ik heb mijn tas kapot gemaakt. In alle haast, want dan ga ik sporten. Dus ik hoop dat hij ergens een... Een koffer... Ja, ik... Of hij ergens een tas kwijt. Ja. Volgens mij wel. Ik denk hier wel. Ik ben benieuwd. Hé. Hey. Oh, ja, nog best wel groot ook. Ja, best wel veel. Je kan misschien nog wel iemand in. Ja. Nou, Sam, als jij nou gewoon hier gaat zitten, dan ga ik wel rijden, ja? Hey, succes. Nee. Nou, Vincent. Oké. Ik heb net al uitgelegd dat de buren het echt totaal niet leuk gaan vinden. Nou, weet je, het is... Hoe laat is het? Uurtje of 9, 10. Kan nog wel. Daar komt het. Het klinkt hard. Ja. Sam. Er komt vanmiddag een meisje hierheen. Ja, en ik heb het gehoord. Jullie weten het waarschijnlijk ook misschien wel wie dat is. Dat is Manu. En Manu die doet ook zingen en al dat soort dingen. Die zingt heel veel en die, ja, die doet aan presenteren, acteren. Maar nu wilde ik even laten horen zeg maar, wat Manu kon en zeg maar, wat voor nummers ze maakt. Ik was al benieuwd, zeg maar. Ik zei van, wat zingt zij dan? Ja, nou, Sam, dan gaan we. Zullen wij een snoep op maken? Ja, die komt dus vanmiddag. Ja, leuk toch? Ik vind het een goed nummer. Ja, ik vind het ook een goed nummer. Ik kan hem niet verder laten horen, want copyright helaas. Maar ik vind het gewoon een topnummer. Gewoon met het nummer van de Nederlandse Elsa gaat hij misschien maken. Ja, het is niet normaal. Bizar. Maar eerst, lekker sporten. Het geluid daar. Ja, niet normaal. Echt niet normaal. Hij heeft zo sick deze auto. Shit. Het geluid is echt niet normaal van deze auto. En die knallen net weer. Ja, hij was weer warm. Ja, hij was weer warm. Als hij terug zou komen, dan komt gewoon zo'n knal uit de uitlaat. Het komt gewoon vuur. Ja, dan zie je gewoon echt vuur gewoon. Hey. Laat je horen voor de McLaren. Hey. Laat je horen voor de knallen. Kijk eens even waar we zijn. Sam. Hey. Bij de Shell. Bij de Shell. Echt, deze jongen heeft echt verslaving, jongens. Ja, ik heb ook echt een verslaving. Ja. Ik moet gewoon elke ochtend naar de Shell een cappuccino halen met een broodje gezond. Ik vind het gewoon helemaal fantastisch. Dus Sam, jij gaat even lekker broodje gezond halen. Ik ga even lekker broodje gezond halen. En een cappuccino voor meneer. Komt lekker eraan. Maat. En dan ga ik iets minder leuks doen, want ik ga weer even tanken. Ja jongens, dit is wel echt het nadeel. Zo'n McLaren die zuipt en die zuipt zoveel benzine. Ja. Hoe kun je de dag beter beginnen dan... Een broodje gezond en een cappuccino bij de Shell, ja. Eigenlijk niet. Nee, hè? Beginnen. Dit is niet normaal. Voor mijn eerste keer. Is dit je eerste keer? Voor mijn eerste keer. Ik ben echt heel benieuwd. Oké, Ik laat de camera even aan. Ik wil even... Hij ziet er goed uit. Je moet hem er goed voorzichtig uitpakken, want hij kan een beetje losvallen. Ja, is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Dat is het. Maar goed, we gaan eerst even heel even snel eten, want we kunnen in de auto niet zo lekker eten en dan gaan we door. Ja, even reffen. Kom op. Bij het politiebureau. Daar staat hij. Het blijft echt niet normaal, hè? Het is echt niet normaal, dat ding. Dat is
geluid ook. Heb je hier kras gereden? Ja man, hij is kapot daar. Ja nee, dat... Ja, dat heb ik expres gedaan. Ik zeg maar, ik vond het niet zo mooi daar. Ja, ja, dat heb ik gedaan. Dat vond ik heel fijn. Deze auto hebben we trouwens meegekregen van Passion Without Limits. Een exclusive car rental. Dus daar kan je gewoon voor bijvoorbeeld de bruiloft of zo, kan je deze gewoon meekrijgen. Dat is echt bizar, is het bizar. Of als je je trainer heel blij wil maken. Hoeveel kost dat dan? Ja, dat weet ik niet. Heel duur. Maar laten we gaan sporten, boys. Hey, gebeentje. Dat is het. Ah. Hey, doet hij een beetje goed? Ik ben trots op je. Helemaal gesloopt. Lekker Sam, ik zie dat je goed bezig bent, jongen. Ja, Sam die traint nu ook sinds kort hier. Dat is één gezellige boel hier bij Elf Bastards, hè? Hoe kan het anders? Ja, en? Oh, jezus. Niet rozen. 100 kilo. Niet rozen met 100 kilo. Aan in, borstel en short, die diepte. Diepte, diepte en duwen. Hop. Ja. Kom maar, aan in. Lekker pik. Waar is het mee? Ja. Oké. Okay. Yes. Bam! Zo, en je bent sterk! Ronde. Kom op! Kom op! Kom op, Sam! 4, 3, 2, 1. Dit is de kutste oefening die er is. Je gaat hier helemaal kapot van. Hey, luister, Sam die komt hier over een maandje terug. Pik, dan is het zo'n gespierde gast. Dat lijkt op jou. Deze man die gaan jullie niet meer terug herkennen. Nee, dat doen we het voor. Nou, Willem en ik hebben nu een schema voor jou gemaakt. Ik hoor het. Ja, dit is heftig, ouwe. Programmering. Ja, de kans dat jij hier gewoon ongelukkig van gaat worden is groot. Ja. Maar op lange termijn word je er weer gelukkig van. Hey, en nog een dingetje. Wij gaan 4 juni, dat weten jullie ook nog niet, wij gaan 4 juni gaan we naar Ibiza voor 6-7 dagen. Wow. Hij moet wel echt nog eventjes snel... Ibiza wil ik echt even... Wacht even, wanneer gaan jullie? 4 juni. 4 juni, over een week. Tering, ja. Nee, dan, ja, dat is een korte tijd. Erg ambitieus. We kunnen, wilden helemaal droog in Ibiza lopen natuurlijk. Maar dat weten we natuurlijk ook nog niet. Wij hebben besloten om ook naar Ibiza te gaan. Gio die gaat met Jade en wij gaan ook met een heel klein groepje van 4 personen. Met Danny, Ruben en Sam. Gaan wij ook naar Ibiza van 4 juni. Nee, van 5 juni tot 11 juni. Dus dat wordt hartstikke gezellig. En ik heb er heel veel zin in. Dus nog eventjes flink sporten voor de zomerbody. Hoeveel was dit? 110. Zo! 110? Zo! Hij is mooi. Max! Hij is Max! Daar ga je, jongen. Veel plezier vandaag. Ik vond het gezellig. Ik vond het ook leuk. Broodje geproefd. Je hebt broodje geproefd bij de Shell. En gesport. En gamon. Super. Niet normaal. Dat was echt super. Jij gaat lekker met Elsa zingen vandaag. Elsa? Ja. Oké, later maatje. Al die deuren blijven. Hier kom je echt niet praktisch uit of zo. Nee. Dat is echt zo van... Ja. Later, Wik. Oh, ik moet nog even mijn spullen hebben. Oh ja. Zo, ik zit nu weer lekker in mijn eentje een keer weer in de auto. En ik heb net Sam weggebracht naar het station. Want die gaat naar Amsterdam. Die moest iets doen, weet niet meer wat. Maar ik ga nu Manu ophalen. En dan gaan we naar huis. En dan komt ook nog een producer. En dan gaan we voor Manu een nummer maken. Want Manu die zei van... Yo, hey Vin, ik heb heel veel teksten en zo. Maar ik heb niemand die zeg maar muziek voor mij kan maken. Dus ik dacht, nou dan help ik haar wel gewoon eventjes. Dus ja... Richting Manu en dan lekker richting huis. En dan gaan we weer eventjes lekker muziek maken. En daar heb ik gewoon heel erg veel zin in. Ik heb laatst wat heel weinig muziek gemaakt. En wat ook leuk is om te vertellen. Ik ga binnenkort op schrijverskamp. En dan denk je, schrijverskamp, ga je een boek schrijven? Nee. Ik ga met allemaal schrijvers, producenten, artiesten. Ga ik muziek maken. En dan gaan we alleen maar nummers maken voor mij. En ik heb daar zoveel zin in. En misschien ga ik dan ook wel binnenkort snel wat uitbrengen. Dus we weten het nooit. Maar eerst richting Manu. Manu, hey. Hey. Hou je van snelle auto's? Nou, oké, okay, top. Moet het open? Zo cool, ik weet niet eens hoe die open gaat. aan de bovenkant. Oh, maar als je niet van snelle auto's houdt, is dit juist top. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hier, Hatzenblad. Nou jongens, Manu is er nu en wij gaan nu richting Krimpen. En Manu die heeft allemaal teksten geschreven, zei ze. Oh. En is een super artiest en zij moet nu, zij moet nu muziek gaan maken. Ja. Een snippel maken. Ja, dit is lijf. Maar moeten we dit niet zo van zoiets namaken gewoon? Ja, kunnen we wel doen. Maar dit ben jij toch? Ja. Fucking grappig. Ik zat even met een vriend in de auto en we gingen helemaal stuk. Want hij zei zo, wie is Manu dan? Ja. En toen zei ik zo van, ja, zij heeft dit nummer gemaakt. En toen gingen helemaal stuk. Oh, de auto staat weer op zijn plek. En kijk eens wie er is aangekomen. Luca. De gekke man is er weer. Tfoe.
Fuck, gaan we even lijpe shit maken. Deze keer niet eens voor mij, jongens. Deze keer gewoon voor dat meisje daar. Zij wil de nieuwe Ariana Grande worden, zei ze. Ja, dat is een grapje. Manu, het gaat fantastisch, hè? Het gaat fantastisch, hè? Ja, hè? Soep, ik schud het zo uit mijn mouw. Ja, het is niet normaal, holy shit. Ja, oh. We hebben al een stukje gemaakt en Manu die had tekst geschreven en ik ging dan een beetje melodieën samen met Manu en de boys bedenken daar. Mag ik het even laten horen of wil je niet dat mensen het horen? Zeg het, je mag het eerlijk zeggen. Je mag het ook geheim houden. Nee, ik doe het nog niet, Ja, is het? Oeh, jongens, nu wordt het spannend. Zou het geheim, zou het geheim. Maar ja, we gaan even nog door en we gaan even een dikke bouquet maken, Wow. Rick, holy shit! Je bent er weer! Ja, weer! Oh, Ricky. Sorry, wie is dat? Geen idee. Ik hoorde echt zo van... Ja. Doe eens even normaal, je moet echt normaal doen. Maar goed, zoals jullie zien, iedereen is lekker thuis. Alleen, zij gaan straks... Ophouden, ja? Maar goed, iedereen is nu thuis en wij, nou ja, zij gaan straks de auto van Gio ophalen, want die is helemaal gerapt en gedoe. Maar ik blijf deze keer een keertje thuis en ga niet met Gio mee, omdat, ja, omdat wij gewoon hier een heel lijp nummer aan het maken zijn. En ik moet zeggen, het begint echt heel erg vet te worden. Ja, Luca, er staat daar echt een bizar kanon. Luca die zei er tegen mij van, ja, we gaan even een rondje rijden. Hij zei echt van, holy shit, ja, wat zei je nou, ik ga KO in 8 banen. Achtbanen, man, dus. Nou, dan wordt het wat. Snel. Ondertussen al laat. En we gaan nu pas de deur uit. En ik heb echt in die tussentijd helemaal niks gevlogd. Zo, het stinkt. En dat kwam omdat, ja, hoe kan het eigenlijk? We waren gewoon de hele tijd lekker bezig en we hebben echt een vet nummer gemaakt. Dus wie weet, binnenkort, hè? Binnenkort of het overal bij Manu of in spot voor alles. Maar goed, ik ga even Manu naar huis brengen en de boys gaan naar huis. En dan ga ik lekker slapen. Oh, ik vind het naar dat ik mezelf niet kan zien. Ja, je kan, jezelf niet zien. Hoe vertrekt ik eruit zie. Oh, dit engel is niet echt... Dat kan je niet eens zien. Ik ga het er gewoon allemaal in laten, zodat je het weet. Hi, welkom bij een nieuwe vlog van Manu. Welkom bij Maanvloggies. Oh, dat mag je er niet in aan, dat is heel vies. Ik ga het even. Nee, dat is echt heel kut. Nou, jongens, dit was de vlog van Manu. Ja, dat ging goed. Dat was mijn verhaal. Willen we meer zien van Manu? Laat dan in de reacties weten of Manu moet gaan vloggen. Nou. Ik zou zeggen... Doe maar lekker niet. Precies. Break jou. Doei. Doei. Dag. Dag. Ik ben weer thuis. Ik ben weer lekker op mijn kamertje en ik heb een best wel lange dag gehad. We zijn vroeg gaan sporten en daarna heb ik eigenlijk de hele dag muziek gemaakt. En sorry, ik was eigenlijk heel stom. We waren zoveel muziek aan het maken en we waren de hele tijd bezig. Dat ik eigenlijk van een beetje vergeten ben om alles te filmen. We hebben eigenlijk de hele dag hier muziek lopen maken met z'n allen. Gewoon een beetje hier gechilled, muziek luisteren en voor Manu een nummer maken. Het is echt heel vet geworden. Echt een heel lijp nummer. Alleen daardoor ben ik een beetje vergeten te vloggen. Maar ik hoop alsnog dat jullie het wel een leuke video vonden. Ik ben een beetje zacht aan het praten met Gio en Jali liggen al te slapen. Maar vond je deze video nou leuk? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.